Als ik echt mijn meest ideale dag moet schetsen, zal dat zijn eerst lekker uitslapen tot 9 uur of zo, 9:30. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet lukken met paarden, want daar moet je gewoon vroeg bij zijn. Dan heel uitgebreid ontbijten. Eigenlijk genoeg voor 4 volwassen mannen, maar dan alleen voor mij. Want ja, ik hou van eten. Dan de stallen doen, want ik ben altijd wel zo iemand dat als ik iets moet opruimen, dan moet het ook wel gewoon netjes zijn. Helemaal als niemand anders het anders zou doen, bijvoorbeeld. En dan lekker met de paarden trainen. Dus ja, gewoon veel met de paardjes zijn en foto's maken en filmen. Lekker net als vroeger. Maar ja, het leukste is natuurlijk om met de paarden bezig te zijn. Ik vind alles heeft wel iets. Behalve de wei-uitmest, want dat is echt naar. Maar ja, met de paardjes bezig zijn, dat vind ik echt het allerbeste. Ja, hij heeft nog die eczeem dan. Dus overal zit wel eens ergens een kooltje wat hij extra lekker vindt. En dan gaat hij gewoon liggen, want dan kan hij beter bij. Want zo ging dat als veulen altijd, dus dat zit er natuurlijk nog in. Kijk maar. Oh, zo lekker! Auw! Alles is een beetje verstijfd, alsof hij is geraakt door... Wat is dit? Alsof hij is geraakt door de bliksem. Het kan nog wel buigen, want het is allemaal een beetje... Flip, kom! Je weet het, hè? Oh, goed van jou! Ja? Woe! Goed kijken, hè? Dat moet je later ook doen.